de Aalscholver. Ik ben Danny Bouw, de molenbaas van deze baggermolen de Aalscholver, van baggerbedrijf De Boer. We zijn hier op de rivier de Rijn, vlakbij de stad Rees. Ja, oké, Romeo, we hebben een volle bak. Wordt de klep maar over. We zijn hier de ondieptes uit de rivier aan het baggeren, zodat de scheepvaart weer een vrije doorgang heeft. Dit is een zeer drukke scheepvaartroute hier in Duitsland. Dus het is belangrijk dat de diepte gegarandeerd is die ze hier opgeven. We liggen hier met deze emmerbaggermolen omdat er in dit bestek staat dat je hier heel vlak werk af moet leveren. Dat kan heel goed met deze emmerkettingbaggermolen. Het is hele oude techniek, maar het werkt nog zeer nauwkeurig. En we kunnen met een tolerantie van maximaal 5 centimeter kunnen wij werken. Dit is baggermolen Aalscholver, een emmerbaggermolen. Een emmerinhoud van 540 liter. Ze is gebouwd in 1967. Een ponton is 35 meter lang. We zijn hier al een half jaar bezig om op een strek van 70 kilometer alle ondieptes uit de vaargeul te verwijderen, zodat de scheepvaart vrije doorgang heeft. De emmer schept het materiaal van de rivierbodem en door middel van lieren en ankers manoeuvreren wij ons door het baggervak heen. Dit is een hele ouderwetse manier van baggeren. Maar het is nog steeds erg efficiënt, omdat het zo erg nauwkeurig werkt. Dit is een vrij arbeidsintensieve manier van baggeren. We zijn hier met 5 man aan boord. En dat is relatief veel voor het aantal kubus wat je naar boven haalt per week. En daardoor wordt deze manier van baggeren niet veel meer gebruikt. Ik vind het leuk. En een uitdaging om met deze ouderwetse technieken toch een heel mooi resultaat te behalen en de klant zeer tevreden te stellen. Ze is al 52 jaar oud, maar ze doet het nog perfect. En we hopen dus nog veel mooie projecten met haar te kunnen doen.